zaterdag 23 en zondag 24 februari wordt Belzele omgetoverd tot een feestdorp, want er zijn allerlei activiteiten rond carnaval. De 23e is de kindercarnavalverkiezing in de Kouterschool in Belzele en s'avonds is het kroegentocht. En zondag is het receptie op het gemeentehuis. En dan starten we met de stoet om 12 minuten na 2. En dan hebben we een machtige stoet hier in Belzele, waar iedereen welkom is, waar je van kunt genieten. Gezellig zijn pintje drinken, naar de kermis komen. Het is uniek. Gilbert legt graag uit waarom het carnaval in Belzele zo verschilt van dat andere grote carnaval in Oost-Vlaanderen. Als carnaval is wel gepasseerd, maar hier in Belzele, de 24e, zal het veel warmer zijn en veel gezelliger omdat het een beetje kleiner is. Maar we mogen toch fier zijn op zo'n machtige stoet hier in Belzele. Kom dus in het weekend van 23 en 24 februari zeker eens naar Belzele om een van de carnavalsactiviteiten mee te maken.